De regering en de VS zijn voorstanders van een constructieve samenwerking en gaan als zodanig ook daarvoor. Beide partijen staan wel eens tegenover elkaar in hun mening. Echter zijn zij gisteren op het kabinet van de president bij elkaar gekomen om de relatie te herevalueren. De VS wil graag op een constructieve manier haar bijdrage leveren aan het herstel van de economie, maar verwacht daartegenover wel wat transparantie. De Economistenvereniging wil ook meehelpen denken aan het oplossen van economische vraagstukken. Het is de regering menens de continuïteit van de medische dienstverlening te garanderen. In dat kader heeft president Chandrika Prasad Santokhi gisteren een gesprek gehad met de functionarissen in de zorgsector. Daarbij is er een update gegeven over het herstelplan waarvan de zorgcontinuïteit een zeer bijzonder onderdeel was. Het gaat hier voornamelijk om de wijze waarop het ministerie aan de hand van het herstelplan de acute problemen in de zorg zal oplossen. Partijen hebben ook de inzet van de 100 miljoen SRD die in augustus beschikbaar is gesteld voor de gezondheidszorg besproken. Een delegatie van de IDB heeft vorige week een bezoek gebracht aan minister Marie Levens van Onderwijs. De bedoeling van dit bezoek was om in het veld de resultaten te zien van projecten die door het ministerie worden uitgevoerd. Er is bezoek gebracht aan alle gebouwen die gerenoveerd worden in het kader van het PURP-programma en de Basic Education Improvement Program.